Potjadori. Hij is wonderlijke ding. Ja, ik vind het ook heel goed. Omdat weet je, dat hele gevoel van naar de kloten zijn en zo, dat wat in die teksten zo zit, dat geeft het heel goed weer. Weet je, dat laatste dat hij dan ook weer opnuchterd zo goed op aarde komt. Heel goed hoor. Het schrijft echt, het is technisch ook goed in elkaar. Het is, je weet gewoon dat het Nederlands is, dat dit niet een hele dure clip kan zijn. Even voor mijn idee, hoe klikken we dit? Met een green screen en dan erachter dat hij hangt en dan waarschijnlijk animatie erachter. Ja, maar er zit echt een gedachte achter, over nagedacht. Ja. En het is een beetje heel vaak oordeel ik dingen van, zou ik iets kunnen en ik zou dit niet kunnen. Ja. Nee? Dus ik vind het sowieso ook knap niet dat ik naar de maat dat dingen ben, maar ik zou dat niet kunnen. Dus zo gewoon nauwkeurig op de vorm nagedacht en alles en goed uitgevoerd. Ik ga het ook nog te bedenken, toen ik jullie nu alles maar een klein detail, als dit in beeld komt, dan wordt in de mix wordt de tuba, of is het, die wordt dan ook naar voren gebracht. Ik denk niet dat dat in het originele nummer zit. Ik denk dat dat speciaal voor de clip gedaan is. En je ziet het sowieso, je hoort het telefoongeluid op het zo goed gedaan.
Oké, nou, het is afzien ook afzijken. Wat is er niet leuk aan? Martin, daar ben je goed in. Kijk, ik moet heel eens zeggen. Het is niet per se mijn nummer, dus als ik het... muzikaal mag dat niet. Nee, maar dus het zou best kunnen dat ik het toch zou wegzetten als ik het... maar dat kan puur door de muziek. Ik vind eigenlijk wel behoorlijk goed. Het is... Maar zou jij het kunnen? Eddie zegt, ik zou het niet kunnen. Ik denk wel dat ik het zou kunnen, ja. Dat klinkt wel arrogant, maar ik weet niet of ik het net zo goed zou kunnen, maar technisch of zo zou ik het wel kunnen, denk ik. Ja, technisch zou ik het ook wel kunnen, maar ik zou niet het geduld, punt 1. Punt 2 zou ik ook niet het geduld kunnen opbrengen om dat allemaal te gaan doen. En dat is ook een vorm van talent. Dat heb jij wel. Je bent gewoon lui. Wat vind jij mijn puntje, Eddie? Ja, niet eigenlijk. Ik vind dat gewoon heel goed. Ik vind het ook goed getimed steeds. En het ondersteunt heel goed de muziek. Je hebt gewoon het nummer heel goed begrepen. Hartstikke goed. Het is gemaakt met de taxfonds. Dat is... Dat kan mij niet anders. Ja. Want het is een fonds? Ja, dat is een videoclipfonds. Ah, oké. Dat weet ik niet. Dat hebben films er ook nog gedaan? Ja. Maar jij zegt, dat kan bijna wel dit en duren. Dit nummer gaat geen... die gaat niet nummer 1 worden in de top 40. En dus met andere woorden, ze gaan het niet terugverdienen door ze kunnen niet heel veel geld investeren. En deze clip is niet heel duur gemaakt, maar wel, er zit wel wat geld in. Dat kan niet anders. Maar waarschijnlijk hebben we nu dat het kost 40.000 euro. Ja, wel meer. Maar ja, je krijgt dan van de taxfonds een subsidie. Is dat, want ik heb daar vaak met gasten en Achtien over gesproken, over hoe de jury dat maar bepaalt. Hoe is dat bij films eigenlijk? Die bepaalde of een film is. Dat is een commissie en dat verandert ook niet. Alleen je moet ook nog een omroep, moet eerst je film meenemen, die co-produceren dat meestal. En dan heb je nog een stimulering. Zijn er daar tevreden over of die uit de praktijk? Dat wil iedereen heel graag altijd horen. Maar ik heb het idee dat die mensen dat op zich best integer doen. Alleen elke keer als ze zeggen dat ik geen geld krijg, zijn nu close, dan kan ik allemaal dood. Dus niet letten. Samenspinningen bestaan niet. Nou, dat is een mooie dan. Even de rapportcijfers voor deze show. Nou, ik heb voor ik een 8 gegeven, dus ik moet nu omhoog. Ja, ik heb een 9 standaard aanpakken. Laat ik ook een 8 geven. Wauw, een 9 zeg.